heren, daar zijn we weer. Deze keer zijn we in Amsterdam. Het leek mij leuk om het thuis bij te gaan doen bij Herman Brood. Die kennen we natuurlijk allemaal. Hij is, wat is hij niet? Hij is, nou noem maar op, is hij niet waar? Wacht even dat hij de deur open doet. Ik heb al gebeld hoor. Ach, daar gaat de bel. De deur. Kijk heren, komt u maar hoor. Ik zal de deur even open. Nou, het is duidelijk te zien natuurlijk dat we bij Herman arriveren. Dus de wekelijkse voorraad SNV-man is net weg. meneer Brood? Hallo, meneer Brood? Roepnaam? Roep meneer van thuisbij, Gerard van Bezij. Gerard van Bezij. Meneer Brood? Ah. Nou, fijn dat we u gevonden hebben. Het was een hele klim naar boven. Dat maakt u niet uit, hè? Meneer Brood? Ja, wij zijn van Gerard van Bezij van thuisbij. Dat is geen bezwaar, kom. En omdat wij hebben dus een interieurprogramma... om mensen op ideeën te brengen wat je allemaal kunt doen met simpele dingen. Waardoor je toch een gezellige sfeer kan krijgen. En daar ben u natuurlijk ik kan wel uitleggen erg in geslaagd. Hier woont u? Ja, met mijn vriend Daphne. Ach, die woont hier ook? Ja. Ah, ja, ja. Het is makkelijk. Je kan... Kijk, dat is ook zo simpel. Eigenlijk... Dat heb u mooi opgelost. Dit is eigenlijk mijn bed, hoor. Oh, maar u hebt dat zo mooi opgelost. Je hebt mensen die zetten zo'n hele kast in de hoek. Wat uiteindelijk een hoop werk is om hem in de hoek te krijgen. Maar u doet het gewoon. U drapeert het in de hoek, de spullen. En maakt het ook nog gezellig in een warme sfeer. Creëert u daarmee? Ja. Daar creëert Moet u een Moet ik u nog voorstellen de rest van het meubilair? Erg graag. Hoe maakt u het? Maar vooral die hoek intrigeert mij erg, omdat u daar... Maar die is verkocht. Nee, ik bedoel de instrumentariums die ervoor staan. Want hier maakt u de muziek waar u uiteindelijk toch ook heel bekend van geworden bent. Is niet het heel gebeurd nou als ik een nieuw nummertje voorspeel? U hebt een nieuw nummer gemaakt? Ja. Kijk, dat is natuurlijk voor ons van Gerard van Bezij dat we er live aanwezig zijn. Vlees heeft in mijn doel bestaan. Een grote rol gespeeld. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, ik hou dit niet laten, ik had me vast denken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Ja, dat wordt wel een cd'tje, dat is dus uit. Maar wanneer komt die uit? Want ik kan niet wachten. Voor mijn verjaardag. Toch, maar wanneer is de verjaardag? De 5 november. Toch nog wel. 5 november, nou dat wordt een klap natuurlijk, hè. Dat gaat wel gebeuren dadelijk. Geen mij de bus geven. Feest, ik ben heel natuurlijk. Dit is de bovenkant. Ja, ja hij doet het. Je neemt het wel serieus, zie ik, hè? Is het wat? Nou, ik moet zeggen, het is niet verkeerd in ieder geval. Het is niet verkeerd. Wat is de... Ja, dat was... Dat had ik zelf ook gedaan. Eigenlijk was hij al klaar, maar ja. Dat is voor de finishing touch, zou ik zeggen, dat het... Ja, maar de mensen denken dat als het zo snel klaar is, dan... Dat dan niet worden. Kind kan de was doen. Deze week ga ik op bezoek bij Hans Kazan. Hans Kazan. Ik heb namelijk vorige week heb ik zijn nieuwe goocheldoos gekocht. Maar ik krijg hem niet aan de gang. Dus dit is speciaal. Allerlei spullen zitten erbij. Met 100 trucs. Inclusief videoband met een handleiding. Maar vooral waar het mij om ging is de goochelhoed. Met een geheimzinnig plus konijn. Ik ben al 14 dagen bezig, ik krijg het konijn er niet uit. Dus het lijkt me beter dat ik bij hem zelf ga vragen hoe het werkt natuurlijk. Hè. Nou, fijn dat u er even naar moet kijken, meneer Kazan natuurlijk. Dank u wel. Dank u. Ja, dit is de werkplaats waar alle trucs worden gemaakt. Oh, hier maken u... Ja, hier wordt alles in elkaar getimmerd. Ach, natuurlijk, dat moet eerst bedacht worden. Ik denk, doe u even zo. Nee. U moet ook eerst kijken hoe het werkt natuurlijk. Nou, het gaat hier om... dit is hem.
Ja. Kijk, en dat staat ook op, omdat hij, hij is inclusief videoband, maar het probleem met de videoband, ik heb hem in de recorder gedaan, met de handleiding staat erop. Ja, en met de handleiding? Ja, de handleiding staat op de videoband. Oh, nee, zo ja. Nee, de handleiding niet, maar die staat op de videoband. Ja, ja. U hebt mezelf nog niet gekeken in de video. Jawel, nee, maar ik dacht dat je de videoband en de handleiding samen in de recorder had gekomen. Nee, 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 het probleem is daar. Ik heb de videoband in de recorder en dan heb mijn vrouw heb daar Goede Tijden over opgenomen. Oh, ja. Dus ik heb de handleiding niet. Nee, nee, dat snap ik. Dus ik kan ook niet nakijken hoe die moet werken. Nee, maar wat is je probleem? Zeg u? Wat is nou je probleem? Nou, punt 1. Alles wat los zit. En punt 2 is dus dat ik het konijn. Dit is de hoed. Ja, ja. Die hebben we nu zelf neergespot. Ja. Nu verpak ze toch zelf. Ja, 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 zeker. Ik zal u even laten zien wat ik doe. Kijk, ik heb de goocheldoek die er dus bij zit. Ja. Ja, we gebruiken hem ook om de auto een beetje. Met de auto een beetje af te maken. En dan doe ik. Kijk, je ziet niks. Zie je wel? Nee, het is leeg. Tadaa. Tadaa. En dan doe ik de doek erover. En dan moet je dus zeggen, volgens de handleiding. Hans Kazan! Ja, en dan? Doek eraf. Hap, konijn. Ja. Zie je nu een konijn? Zie je een konijn? Ja, maar kijk, je moet hem in de andere hoed hand houden, zo. Dan doe je de doek eroverheen, ja. Zo. Je hebt daar meer niks ja. Natuurlijk, ja. Dan maak je eerst de maagdeweging, zo. En dan met die toverstok. Hans Kazan! Allee, Hans Kazan. En kijk. Zie je? Godverdorie. Ja. Hé. Hey. Kijk, een konijn. Hij is dood. Nee, hij is onder hypnose. Echt waar? Ja, hij is onder hypnose. Hij heeft 14 dagen onder in de hoed gezeten. Ik geef hem niet uit. Ik hoorde hem wel piepen. Ik wist dat iedereen zat. Ik denk, het zal maar je wist niet waar. Een complete doos. Ja. Zal ik het ook nog? Dan moet het toch simpel, hè? Ja. Even hoe u het deed. Ja. Je pakt hem vast, zo. Je pakt hem vast, zo. Hier zo aan deze rand. Ja, ah, deze en dan, rand. Ik deed de truc de is. Hand. Ja, dat moet je niet doen. Je moet hem hier vast. En de truc is dan, als je de toverspreuk hebt gezet, dat je die hoed en denk je zo, tik doet. Ja, en dan natuurlijk. Komt hij uit zijn geheim. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Hans Kazan. Hans Kazan. Hup. Hup. Je moet huppen, zo. Ja, huppen. Huppen, gewoon. Hup. Precies, dat is hem. Hup. Yes. Kijk, dat is hem. Ja, de grote trucs vind je hier niet in, hè? Nee, maar je moet iets grote spul hebben. Echt, dat grote werk heb ik hier niet in gevonden. En het gaat mij toch meer om het vellen van het podium. Dat de mensen verdwijnen. Maar misschien is dat wat? Iets wat, pap? dit lijkt me wel iets voor jou. Wat is dat? Ja, dit is een hele bijzondere illusie. Die heb ik speciaal in Amerika laten illusie, bouwen. Illusie ook, goochel? Ja, een goochel. Goochel noemen we dat. Ja, als een illusie. Het ziet er heel erg mooi uit. Dat zou wel duur spul wezen. Dat is heel duur. Ja, dat krijg je niet in zo'n klein doosje. Nee, precies. Nee, maar ja, daar heb je ook niks aan. Want maar wat is het? Want het lijkt een beetje op zo'n autoborstel. Ja, nou, het is eigenlijk wordt het gebruikt om mensen in hele korte tijd in hele goede conditie te brengen. Dat die spieren een beetje opgerekt worden. Dat is wat van mijn schoonmoeder, dat zit allemaal los. Ja. Dus die kan ik erin houden, die komt er als jong weer uit. Ja, dat kan ik proberen hoe het werkt. Ja, natuurlijk wel. Je kan hier zo instappen. Hier. Ga er gewoon staan. Want zoiets groots zoek ik natuurlijk wel. Voor staan. Voor aanstaande vrijdag was het, geloof ik. Ja, voor het feest van je schoonmoeder. Voor Annie. Ja, voor Annie, ja. Oh, u kent hem? Ja, ik ken je schoonmoeder, zeker. Hey, mag ik even dicht drukken zo? Nou. Ik maak even de grendel aan de achterkant dicht, want je moet even opgesloten worden. Nou, is dat noodzakelijk? Ja, want je moet het een beetje warm krijgen. Dat is heel belangrijk. Oh, het is toch geen sauna, hoop ik, hè? Nee, maar het moet wel warm worden. En je kan door deze kant kun je even je armen naar buiten steken. Je hebt armen. Doen? Deze? Ja, zo. En de andere ook even. Kijk, het gaat. Sta je goed? Ik sta heerlijk, ja. Nou, dan begin je eerst bijvoorbeeld met de nekoefening, de nekrek-oefening. Nekrek-oefening. Ja? Dan draai je even een beetje los. Ja? En dan moet je in één keer ontspannen en dan laat je je hoofd zo zakken. Dus je moet je even spannen en dan één keer ontspannen en echt waar? Ja, probeer maar. Eén, spannen. Yes, ja. Heel goed, kijk, perfect. Ja. Heel mooi. Hoe werkt het? Ja, goed. Ik geloof, ik vind het niet prettig. En dan kun je je nekspieren weer langzaam aantrekken, langzaam aantrekken. Ja, zodat die spieren korter worden, dan kom je zelf weer omhoog. Hoven. En hoven. Tot je weer tik voelt. Tak. Heel goed. En dat is even verder, dat is een geweldige truc is dit natuurlijk. Ja. En dan kun je dus ook met je benen doen, hè? Kun je je benen, die kun je door die achterste hier zo naar buiten doen. Hier zo. Hier zo. En even kijken, hier zo. Nou, dat wordt wat moeilijk. Heel goed. Zit je een beetje zo? Nou. Ja. Beweeg die benen eens wat op en neer. Ja, heel goed. Maar kun je ze hier nog draaien. Kijk, dat doe je. Ah,
dan. En dit been kun je dus ook nemen. Nou, ik ga niet. Heel goed. Zie je dat? En zo blijf je ontspannen hangen. Heel ontspannen. Rustig. En dan het been weer terug. Eén. Heel goed. En het andere been terug. Ja. Ik heb er nog. Laat die benen maar terug. Zak het naar ontspannen stand. Ja. Nou, nog even de armen tot slot. Ja. Ja. Blijf gewoon rechtop staan. Ik sta. Blijf staan. En laat je armen zakken. Ontspan, zakken. Heel goed. Zakken. Maar om mijn schoenen vast te maken. Ja, hier zijn we weer. Hier is weer Gerard van Bezij. En deze keer zijn we weer thuis bij. En we zijn niet zomaar ergens thuis bij. We gaan namelijk op bezoek bij de bekende zangeres Caroline Kaart. Caroline Kaart. Enorme zangeres, mag ik wel zeggen. Ze woont hier in de buurt. Ik weet niet exact hier, maar ik heb het nummer vergeten op te schrijven. Maar zij repeteert om deze tijd. Dus we horen wel aan het geluid of ze. Ik geloof dat ik haar hoor. Dat zou Caroline Kaart kunnen zijn. Kan ook een brandweerwagen zijn. Maar die had hier in de buurt geweest. En Caroline heeft geen zwaarlicht, zover ik weet. Maar proberen gewoon. We gaan op het geluid af. Als we op het geluid af gaan, dan moeten we er. Wordt sterker het geluid. Wordt bijna ondraaglijk. We moeten toch aanbellen. Het is alsof je tegen een zware storm in gaat. Wat een geluid. Bel even aan. Ik zal zo even door Kaart op die kaart beroemde zangeres hoor. Nou, Kaart. Zo, dan zie ik waarschijnlijk die druk met de repetitie bezig natuurlijk, hè. Nou, Kaart. Nou, Kaart. Nou, Kaart. Carolien. Carol, mevrouw Kaart. Mevrouw Kaart. Ach, gelukkig, daar bent u. Ik hoorde het niet. Ik denk, u hoort ons misschien niet, omdat u was druk aan het repeteren. Dat hoort tenminste, de dachten wij dat repeteren. We hopen of had u ruzie. Nee, dat is ook gewoon repetitie. Dat gaat anders. Ja, mijn naam is Van Bezij. Ja. En wij komen graag thuis bij. Dus zodoende dan we bij u ook, omdat u natuurlijk een beroemde zangeres bent. Soms. U repeteert soms, nog steeds met. Ik repeteer, kom binnen. Ja. Of vind u niet vervelend? Waar wilt u zitten? Nou, op een stoel, ik zeg maar wat. Ja. Ach, u hebt honden ook. Kom maar, Cappy. Wie? Cappy, dit is. Cappy. Dit is Cookie. Oh, Cookie. Cookie. Ja. Cookie. Cookie. Wie is Cookie? Oh, dit is Cookie. Oh, dit is duidelijk dat Cookie is. Ja, dat is heel leuk. Cookie houdt van mannen. Ja, Cookie bij de koffie wilde wel in natuurlijk. Ja, koffie zie je niet hier. Kiezen wie van de twee ik nou het mooiste vind. Hallo, fijn dat je gekomen bent. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dit is Loekie. Ja, inderdaad. Hallo Loekie. Wat is Loekie voor een papegaai? Loekie is een blauw voorhoofd Amazone. Toch? Het is, ja, toch. Een blauwe voorhoofd, maar hij een is. Een blauw voorhoofd Amazone. Hij is groen. Oh, het ja, nee, zit een beetje blauw hier. Ja, zo. Ja, 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 ja. Ik dacht dat ze zo'n biljartkeu, die willen ze ook wel eens blauw maken, de inderdaad, voorkant. Hè? Ja. Hoe oud is Jokkie? Loekie bedoel ik? Loekie is 10 jaar oud, ongeveer. Oh. Ik heb hem ongeveer een jaar geleden in mijn bezit gekregen. Oh. Toen heb ik hem overgedaan aan andere mensen. Die hebben een heel goed huis en die zorgen er heel goed voor. En de familie Oudenbos uit Alkmaar. Oh, die? En die, nou, en daar is hij, die ken je. Ja, familie Oudenbos uit. Uit Alkmaar. Uit Alkmaar, ja, natuurlijk. Ja, ja. Hoe heet het? En nou, daar is hij helemaal op zijn plaats. En hij kan zingen, hij kan fluiten, hij kan praten. Met gezellig. Dus, praat hij normaal thuis de hele dag natuurlijk? Als je niet slaapt, dan praat hij. Dat is een ding dat zeker is. Of hij moet in de kooi blijven, want hij is. Ja, dan vliegt hij weg. Of ja, hij bijt, of hij doet. Of en het gaat. Is een TBR'tje waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ja. Voor zijn leven lang. Oké. Okay. Nou, dan gaan we babbelen. Gaan we beginnen. Dan gaan we babbelen. We gaan zingen. Nou. Loekie. La la la, ik weet niet of je het doet. Nee. La la la, la la la. Loekie, ga maar zingen. Ja, ik kan net zo zingen als de baas. En wat jou kan, dat is. Poepen de poep zat op de stoep en laten we vrolijk wezen. Roe, roe, roe.
Roe, roe, roe. Roe, roe, nou. Ik denk dat ik even de assistentie wil hebben van de eigenaresse, want die heeft hem. Oh, het is je eigen papegaai. Nee, maar dat hij is van de familie. Oh, Houtenbos uit Alkmaar. Oh, uit Alkmaar. Is die er ook? Ach, nou, hoe is het ermee? Hoe is het in Alkmaar? Alles goed? Ja, wat gezellig. Hij zei al van Houtenbos uit Alkmaar. Nou, die ken ik heel goed, natuurlijk. Die heb ik vanmiddag nog gezien. Natuurlijk, leuk. Je kunt de eigenares, hè? Ik zal het even proberen. Dat is de baas in de keuken, dus het vrouwtje. Ja, daar gaan we babbelen. Nou, dan gaan we. Ik hou de microfoon erbij. Ja. Loekie, ga je even zingen? Moet jij lekker koppie? Ja, kom even bij me. Toet, toet. Ga je eens even zingen? Ga eens even zingen dan. Roe, roe, roe. Hoep de poep. Nee, eerst even zingen. Eerst even zingen. Hoep de poep. Lekker. Nee, gaan we nog een keertje zingen. Nog een keertje zingen, ja? Eerst een keertje zingen. Gaan we eens even zingen. La, la, la. Roe, roe, roe. Hoepen de pop. Nee, hoepen de pop. Ga je hoepen de pop zingen? Ja, lekker krijgen. Hoepen de pop. Okay, dus als de telefoon gaat, neem jij hem op voor ons? Ja, natuurlijk wel. Nou, moeten we wachten tot hij gaat. Pardon? Gaat de telefoon al? Gaat hij? Oh! Zo, ja. Nou, is het ongelooflijk of niet? Dank je wel. Hartjes? Dan kunnen we weglopen. Ja, ook kunnen we. Nou, dan gaan we weer achter. Blijf. Dus laat ze even wachten, we zijn zo terug. Blijf. Even. Gewoon daar, kan je rustig even wachten. Daar. Ja. Makkelijk, hè? Het is reuze makkelijk, hè? Een geweldige telefoonboom worden op die manier, hè? En nou, Ah, maar zo blijft de lijn belang bezet. Dus we kunnen belangrijke mensen bellen, hè? Jill, je hebt het geweldig gedaan, hoor. Geweldig, Jill! Zo, papa. Is Desi ook? Ah, kom met Desi! Desi, hallo, Mia. Komt Desi ook? Hallo Desi! Nou, je maakt een hele opkomst. Nou, wat geweldig leuk! Desi is in Yorkshire Terrier. Oh, we zijn een beetje zak, anders zit zij zo ver uit beeld, hè? Dit is een Yorkshire, want we moeten toch beneden zijn, hè? Ja. Zij is een Yorkshire Terrier. Heb je Desi al lang? Ik heb Desi al 8 jaar. Oh ja, en is Desi een meneertje of een mevrouwtje? Desi is een vrouwtje, maar ze is niet meer heel, ze heeft niet meer alles. Het is een hert geworden. Ja, dat hoor je wel eens meer. Ja, ja, dat hoor je wel eens meer. Jan, jij hebt toch ook... maak u niet ongerust hoor, dames. Ik maak een grapje over Jan, hè. Dat begrijp je wel. Desi kan een leuk trucje. Nou, een slim trucje. Het is eigenlijk een beetje gokspel. Het is eigenlijk verboden wat ze doet, hè. Dus het balletje. Ja, dat is zeker. Het is een beetje een illegaal spel. Maar daar is zij in gespecialiseerd, want hieronder zit ergens een balletje. En dan gaat zij vertellen waaronder een balletje zit. Ja, Desi, zoek het balletje. Maar moeten we eerst even laten zien waar die zit, want zo gaat het. Kijk, dit is de bal. Nou, Desi, kijk eens wat een aandacht. Nou, die wil wel. Ja. Die wil wel. Nou, dus de balletje zit in het midden. Ja, is een balletje. Oké. Okay. Balletje zit in het midden, dan gaan we schuiven. We maken het heel moeilijk natuurlijk. Nou, ik ben hem al kwijt. Ik weet het al niet meer. Zo. Ik geef het op. Des, kijk, nou, eens, komt Des, zoek het balletje. In actie. Waar zit hij? Zoek het balletje. Hij loopt er zelf naartoe, hè? Kijk eens, Des. Zoek het balletje. Waar is die? Hij, ja, slim is die. Ja, je gaat goed, hè? ik begrijp het wel. Het is natuurlijk televisie. Ik ga voor televisie niet zien dat ik gokverslaafd ben. Ach, jongen, weet je nou niet meer welke het was? Het zijn 4 dezelfde. Ik zou het ook niet meer weten, hoor. Oh, wat is het moeilijk. Het is moeilijk. Misschien is het deze. Misschien is het deze. Kijk, dat je is... Je weet het niet. Die is het niet. Welke is het? Ah, dan ken ik het helemaal niet. Nou, ik ga kijken. Nou, deze is het niet. Nou, nou maak ik het makkelijk, hè. Nou maak ik het makkelijk, hè. Geen idee nog steeds. Godverdorie.
Nou, doet het nou goed. Doe dan in ieder geval blij als je het balletje ziet, dan komt ie. Dat is ook nog treurig. Nee, dat is niet. Schattig hondje. Die kan ook iets. Ja. Wat een kan zakdoek uit de zak pakken. Wat? En een zakdoek uit een... Een zak uit de zak en kusjes. En kusjes geven. Kusjes als hebben we net gezien al, kusjes geven. Echt een zoenpinkster, die ben je. Oké, dat doen we hier op de bank. Kijk hoe dit deze werk gaat. Het wordt natuurlijk spectaculair. Nee, we zitten. Kijk, het is er aan de tussen. Niet tegen je eentje. Kom hier. Ik ben bijna verpletterd. Kom eens. Kom dan eens. Kom maar, kom maar, kom maar. Moet je best doen, je komt maar één keer op televisie. Is dat gebeurd? Oh, gaat nee. Op. Waar zit de zadoek? Oh, de zadoek zit daar, aan de rechterkant. Nee, ik ga het eerst doen. Hij gaat nu de gulp openmaken. Nou. Ja, daar is... Oefenen jullie veel thuis met dit... Yes! Kijk even nou! Dat is even handig, hè? Marie, heb je daar lang over gedaan om dat te leren? Ik heb het hem helemaal niet geleerd. Hey, deed hij dat uit zichzelf? Dat doet hij bij iedereen ook. Op iedereen? Ook bij mij ook? Oh, dat wil ik even meemaken. Dus, altijd leuk, ik heb hier zo'n... Dan moet ik deze zo. Ik heb hier, hoe heet hij ook alweer? Bambi? Bambi? Yes! Ik beweeg niet. Ik beweeg niet. Ik doe niks. Mami. Mami. Onschuldig, onschuldig, onschuldig. Onschuldig. Goed valk, goed valk. Goed valk. Kijk eens. Kijk. Kijk naar de zak. Kijk. Kijk. Kijk naar de zak. Pak de, pak de. Pak de. Pak de. Pak de. Pak de. Pak de. Hé, pak de zak. Doe van de zak. Pak de zak hier. Pak die. Oeh, pak die. Pak. Bambi. Bambi. Tjonge, ik kan het nog niet duidelijker. Bambi, hier zo. Ja. Ja die... Nou, hij ruikt hem wel, hè? Hij ruikt hem wel. Hij is op het spoor. Commissaris Rex zal het niet worden, maar hij doet, ook, hij doet er niet voor onder. Bambi, deze kant. Nee, Bambi. Bambi? Niet wie. Bambi, die hebben we net gezien. Bambi! Hey Bambi, pak nog even die zadoek. Bambi, kom. Zet het nog even keer, Ria. Nog één keer. Hij doet het zo vreselijk leuk, hè, maar ja. Even eruit. Thank you.
1 op de 100 mensen. Gek, hè, met die kerstdagen ook weer helemaal terug. Ik ben weer zo hyper gespannen over het zeilen. Met die dagen ook natuurlijk, dan ben je extra gespannen, weet je. Dus ik gooi mijn ontspannen story even op min. Ze gaan een beetje knellen bij je tepeltjes, weet je wel. Dan gaan een beetje de drugs naar binnen, weet je wel. Ah, momenteel zit ik dus zwaar in de handel, dat kun je wel nagaan. In die kerstbomentijd natuurlijk, hè. Ik heb wereldbomen momenteel. In de aanbieding. Ik heb bijvoorbeeld deze, hè. Ik pak hem mee. Nee. Dat is er wel één natuurlijk, hè. Nou, je moet goede bomen zien te krijgen. Ik was bij die inkoop. Ik zeg voor de kerstbomen, hij zei, ja, als je goede bomen wil hebben, dan moet je er vroeg bij wezen. Dus ik heb deze in juli al gekocht. Ja, hij is een perfecte boom, hè. Deze, die valt niet uit, hoor. Geen naaldje. Valt niet uit, maar hij valt wel op, weet je. Dat is belangrijk, hè. En voor mensen die toch met alle geweld naalden willen hebben, die ken ik toch los bij leven. Kijk even. Dat maakt mij niet uit, hè. Dan lever ik er los bij. En dan zal ik maar zeggen, als hij, dan geef ik daar gratis, heb ik ook nog een tubetje lijm erbij. En dan zal ik maar zeggen, als je toch even niks te doen hebt, met die kerstdagen vervel je toch, dan neem je een naaldje. Dan doe je een beetje lijm erop. Dan zet je daar een takkie op. Naaldje. Ja. Is toch een heel ander gezicht. Ja. Ja. Ja, je weet wat het is. Je moet de kerstsfeer moet je zelf een beetje maken. Hè. Ik zal maar zeggen, van zo, dit lijkt nou een bakfiets. Hè. Maar je kan daar alles van maken met een beetje fantasie, weet je wel. Kijk, ik zal maar zeggen, ik maak hem even schoon. Maak even wat ruimte, hè. Nee, dan moet ik even wat leuks erbij zoeken. Iets leuks. Jij niet, zeker niet. Jij niet. Iets leuks. Nou. Wat ik hier nou ineens vind. Dat is ook toevallig dat ik die vind. Kijk, en dan maak je met een beetje fantasie. Je moet heel veel fantasie hebben. Dat wordt al wat, hoor. Kom nu even bij, gezellig. Ja, kom er even bij. Dat is leuk, dan halen we. Mijn brein, maar mee in de arreslee door de sneeuw, weet je wel. Kom, ga even lekker zitten hier. Even in de kar. Moet ik je helpen, ophalen? Welke kant moet douwen? Ga je er zo in? Ik douw je. Nee, je moet op het bankje, anders kan je niet rijden. Nou, hè. Wow. Ja. Hoppa.
zit al lekker, hè? Dat zit al lekker, hè? Dat zit al lekker bij Job Schuiven. Jongens, wacht even. Nemen jullie allemaal belletje? Heb je een belletje? Pak even van die, geef die belletjes even door. Ga je. Gaan we hier zitten. En dan zingen we vrolijk met z'n allen, hè? Ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, dan gaan we. Een van je. Ah joh, hé, hey, te gek joh, hé, hey, dat kan toch helemaal niet meer. Kom maar. Ah joh, hé, hey, te gek joh, hé, hey, dat kan niet anders. Stoppen. Ah joh, hé, hey, te gek joh, hé, hey, dat kan toch helemaal niet meer. Ja, oké. Okay. En nou is de bedoeling eigenlijk dat je van je aflepelt. Van je af? Van je aflepelen. En de lepel inderdaad zo overdwars in je mond, toch? Nee, hè. Van je af? In je lepel. Hmm. Hij is goed, hè? Dus... Ik kan hem ook gelijk doorgeven aan jou, want hij is toch die kant op, hè? Van je af? Nee, ik heb meer. Ik ben blij. Nee, ik ben blij dat ik dit weg heb, hè? Als je geen soep meer wilt, mag je je lepel omdraaien, hoor. Dat is een teken voor de bediening dat ze af kunnen. Oh. Oh ja? Oh. Zullen wij eens een toast uitbrengen op het afgelopen en op het nieuwe jaar? Heel graag. Hallo. Zullen we een toast uitbrengen? Hij houdt van opschieten, hè? Ja. Het glas houden we inderdaad altijd aan de steel vast. Aan de steel vast, nou ja. Op het komende jaar. Inleveren weer. Op het komende jaar. Op het volgend jaar. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Daar vinden we een heel speciaal stuksbestek. En dat noemen we het, de kreeftenhaak. Oh, kijk, dag, niet voor je tussen je tanden, nee. Nee, is niet voor tussen je tanden. Heb je direct nodig namelijk voor het volgende gerecht. Oh, een ja, delicatesse. Dat zijn die dingen die anders weer tegenvallen als ze hoog. Ja, ja. Ja, kijk eens wat mooi. Het staat feestelijk, maar het kost een hoop geld. Er zit niks dit op, heet de cloche. De? Een mooi woord, de cloche heet dit. Het deksel mag je niet zelf optillen. Dat doen een heleboel mensen wel. Sommige mensen zetten hem ook op hun hoofd. Hè, maar wie moet hem dan optillen? Hij? Ja, dat is voor de bediening, hè. Maar er komt er niks van terecht dat hij hem op moet tillen. Nou, ik denk als ik hem even kan helpen misschien. En... cloche. Ja, daar schrik je even van, hè. Nou, daar schrik je zeker van, zeg. Ja. Maar hij is dood, hoor. He? Hij is dood. Laten we het hopen, hè. Ik mis de mayonaise. Ter u. De mayonaise? Mayonaise! Mayonaise! Maar u heeft wel degelijk gelijk, hoor. Er hoort mayonaise bij, ja. Mooie kreeften mayonaise. Hoort erbij. Hoort erbij. Ja. Hoort erbij. Stukje vlees kun je nu eten met je visbestek, hè? Zijn nou die hele kruk eraf te slopen? Waar doe je dat nou voor? Hé, hey, waar doe je dat nou voor? Hé, hey, maar hé, hey, waarom doe je dat nou? Hé, hey, hé, hey, waarom doe je dat nou? Waarom doe je dat nou? Hé, hey, kan je gewoon niet hebben dat wij daar lekker zitten dekken? Hey, waarom doe je dat nou? Moet weer uit die kruk eraf trekken? Hé? Hey? Gaat het? Gaat het? Ik heb hem even tot orde geroepen. Ja. Ja, het is maar dat mag ook, als iets niet bevalt in een restaurant, mag je dat mag rustig zeggen. Zeggen hoor. Ja, zeker weten. Hoef je niet luidkeels te doen, maar kun je nee, zeggen. Maar je kan wel iemand zijn poten breken natuurlijk. Mag er best iets aan doen, hè? Weer water. Wat nou weer? Mayonaise moesten we hebben, geen water. Ja, die snuift hoor, die is niet in orde. Dat is zo'n mannen handhaven in zo'n winkel, begrijp je dat nou? Die moet er toch meteen uit. Ja. Ja. Nou, je kan je ster wel inleveren. En lekker eten. Eet nee. Smakelijk weer. Nou, zeker smakelijk. Nou ja, bij wijze van spreken dan natuurlijk. Hè. Je neus. Verder u. Lekker. Je neus. Ja, maar ja, het is niet zo wonderlijk hier in deze winkel natuurlijk. Hè. Zou we nou hier ook? Nou, die is gek hoor. Die is gek. Die zegt niet normaal, ja. Die is zo geeg, zie ik heb zeker. Ja, dan wil je ze eindelijk wat eten. Het is, nou ja, het is luid, ze moeten dicht zeker. Zeker een afspraak met zijn dikke vriendin.
Ah ja, hier is het. Ja, dames en heren, we zijn op deze oudejaarsavond toch ook even, leek me leuk om bij de televisiegiganten van Nederland te gaan kijken, bij de firma Animal Entertainment. En hier is het hoofdkantoor van de heren. En die zitten, ah, daar zitten ze. Wijdbeens Report. Wij komen van, Wijdbeens Report. Mijn naam is Jan Wijdbeens, wij komen voor wetens. Dat is die, de Animal en die dinges. Animal. En ja, daar moet ik, het is voor, het is publicity. Animal en de International. Ja, dan, hoe kom ik binnen? Waar is binnen? Omloop, ah, omloop. Die kant, die kant omlopen. Ah ja, het is natuurlijk voor security redenen, hebben ze dat hier allemaal verborgen deur. Kijk, verwacht je ook niet. Wie zit hier? Meneer de Mol. Meneer Endemol. Joep. Ah, daar zitten ze. Ah ja. Hoe, waar is de deur? Ah ja. Ik vind het, dank u wel. En dan moet het hier zijn, oh ja. Oh, hier zie ik het al, hier is de firma Endemol. Kijk, de kerstpakketten liggen al klaar natuurlijk. Misschien een doorgeef uit. Nou, komt u ah, hier zijn de, hier is het, hier gebeurt het allemaal natuurlijk, hè. Goedemiddag. Goedemiddag. Heer, het is, wij zijn van Wijdbeens Report. Van Jan Wijdbeens, maakt dit. Meneer de Mol. Jan de Mol. En dit is Joep waarschijnlijk. Joop van den. Ja, ja, ja. Nou, dat is natuurlijk een hele eer voor ons allemaal dat u, zeker op deze avond, oudejaarsavond wordt het uitgezonden, dat u hier ontmoet. Ik wou graag even, allereerst, om even in de stemming te komen, ja, ja. Namens het hele personeel van Endemol, dus maar ook de buitenlandse vestigingen in Keulen, hebben eraan meegedaan en Laren. En het is een gezamenlijk, zo moet u het zien, prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar namens ons allemaal. Grote cadeaus van altijd naar mijn collega. Ja, ja, ook oh, dit is, ja, leuk is samenwerken tussen ons. Het is te veel. En de mensen van Sport 7, hallo, die er nog waren, die, hebben, die hoorden dat ik hier naartoe ging. En die vroeg of ik dit pakketje aan u wou geven. Ik weet niet of ik moet geven, het is een... Jan, ik zou eens luisteren. Nou, ik denk een klokje. Zo'n klokje zijn of zo. Ik zet het gezellig hier. Dat het in ieder geval geen gevakken. Zo, ja. Gezellig dat we even... Gisteravond, u had iets te vieren zeker gisteravond. De kijkcijfers waren natuurlijk binnen. Van Henny Huisman. Ja. Nou, gezellig dat we bij u mochten komen, want u hebt natuurlijk een waanzinnig bedrijf. John, zou u niet een beetje gastvrij kunnen zijn? Ja, wil u daar een kopje koffie? Nou, als ik u niet ontrief, ja, meneer de Mol, erg graag. Mag ik even voor de woord? Sorry, ja, collega. Even voor de koffie. Hier gebeurt het allemaal natuurlijk. Wat een bedrijf. Ja, het is, ik had niet verwacht dat het zo groot is. Je hebt natuurlijk ideeën ervan, maar... Ja. We zijn ook erg gegroeid de laatste tijd. Hè? Ja? We zijn nu in 10 landen hebben we eigen bedrijven. En dat organiseren we allemaal hier vandaan. Ja, ja, hier gebeurt het allemaal. Hier is het. Hier bedenkt u het allemaal. Ah, ja, ja, hier bedenkt u het allemaal. Ja. Mooi. Hier, is, hier gebeurt het. Wacht even. Mijn collega is nog niet aan. Smiddags? Ja, ik wil helpen misschien ook. Ik weet niet zo goed hoe het gaat. Ja, dus, hij is natuurlijk van de techniek. U bent van de cijfers. Ik ben even van de cijfers, ja. Want u... oh, kijk, het gaat gewoon een stuk slimmer dan... Houdt u van sterke koffie of zwakke koffie? Nou, als maar de koffie smaakt, zijn we wel blij hier in dit bedrijf, okay, hè? Nou, u bent natuurlijk... Dit is de man van de ideeën en u zit daar... Ik reken ze uit, hè? Kijk. Ja. Wie van u twee hebt nou het meeste bedacht? Wat hebben u bijvoorbeeld... Wat is nou het laatste wat u bedacht hebt? U bedenkt het toch allemaal zelf, hè? Hè? U bedenkt het allemaal zelf. U toch ook, hè? Ja, meestal wel. Ja, 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 ja. Meestal wel. En hoe reageren dan de oorspronkelijke bedenkers daarop als ze horen dat u het bedacht hebt? Nou, dat is het probleem. Ja. Dat wij denken dan dat die het bedacht hebben. Ja. Maar dan is het er al. Dan is het er al. En dat vind ik zo lullig. Ja, ik zet het uit al bordje van de verse eieren. John, waarom neem je nou je kip niet de dag mee? Ja, ja, natuurlijk, het is natuurlijk toch een toekomst. Je moet toch ook in de toekomst denken. Ja. Je kan dit niet blijven doen. Het breekt je. Ja, zeker natuurlijk. U staat bekend als jong en dynamisch. En uw uitstraling is jong en dynamisch, toch? Zo kunnen we dat verstellen, hè? Wat heeft u? Dat niet. Maar ik kom betrouwbaar over, zeggen ze. Ja, ja. Wie zegt? Ja, dat is ook niet.
Ja, dat wordt men. Zo algemeen gezegd. Men, ja. 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 Maar ja, ze zeggen zoveel. Ja, dat weet ja. je ook wel natuurlijk, hè. Ja. Het zou tekst van een van de meiden kunnen zijn. Ja. Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse televisie? Waar gaan we kijken? Ik ben nu bloedserieus. Ik zou het leuk vinden als we mooi in het volgend jaar wat meer mogen lachen op televisie. Ja, wat te weinig lachen. Ik denk het niet eens. En er zouden meer programma's moeten komen. Er zijn geen programma's waarom gelachen wordt. Dat is mijn kritiek. Ik vind toch die, dat is mijn kritiek. Die André van Duin vind ik altijd, moet ik altijd maar erg om lachen. En voor de anderen is het allemaal. Ja. Ja, ja. Maar het is toch wel, als ik hem zie, dan denk ik, nou, dat moet toch wel. Nee. Ik zal niet dat ik van de bank glij, niet, maar de, nee, toch wel dat je... Dat is een glimlachje. Ja, ja. Ja. Niet echt geen daarvan. Nee, ja, gek. Nee. Maar het is toch wel dat je, als hij opkomt, zeg je toch van, ha, daar heb je hem. Heb jij dat, John? Nou, heel lang geleden. En toen dacht ik van, ja. Ja. Nee, toen hij die hele gekke mutsjes en brilletjes opdeed, toen vond ik het wel leuk. Ja? Ja, maar toen hij die hoed zo over zijn oren trok, dat vond ik wel leuk. Maar ja, ja, toen hij zich steeds liet vallen. Ja, daar moest ik ook wat aan gaan. Het deed heel erg zeer hoor. Als ik maar liet vallen. Het werd geduwd. Ik moest vallen. Ik moest vallen. Ik had een burgercontract. Het is de RTL Nieuws Studio. Hier komt alles live vandaan. Nieuws, al het nieuws waar we thuis zien. Dat wordt hier gemaakt. Het gaat net beginnen. Het is interessant. Zijn mensen worden hier live aan bezig met nieuws. Dames en heren, goedenavond. Serieuze gevallen van de lentekriebels op de eerste zonnige dag van het jaar. Op temperaturen van rond 16 graden wint het vrijwel niemand om binnen te blijven. Dus stonden de wegen vol met duizenden Nederlanders op weg naar strand. Ik doe, ik heb foto's van hem thuis. Serieuze gevallen van de lentekriebels op de eerste dag, de eerste zonnige dag van het jaar. Met temperaturen... Met temperaturen van rond de 16 graden lukt het vrijwel niemand om binnen te blijven. En dus stonden de wegen vol met duizenden Nederlanders op weg naar het strand. En hij gaat geweldig. Daar komen, ik vind het zo leuk om een keer naast te doen. Wij zijn van Wij Bezig Report. Maar even een stukje lezen, man. Natuurlijk, gaat uw gang. Laat u zien. Wij zijn er niet. Op de weg naar Scheveningen. Laat u de ons niet afleiden. Ik moet worden opgebracht. Ik krijg het niet gek, hoor. Ik krijg het niet gek. Die gaat gewoon door. Dat vind ik zo knap. We zijn hier met een serieus. U bent mijn favoriete idool. Ja, dat ben ik ontzettend blij mee. Maar wat moeten we kijken? Wij kijken altijd. We kijken eerst of u het doet, anders luisteren we niet eens naar het nieuws. Serieuze gevallen van de lentekriebels op de eerste zonnige dag van het jaar. De temperaturen van rond de 16 graden lukt vrijwel niemand om binnen te blijven. Dus sommige wegen, 700.000 Nederlanders, op weg naar strand en terras. Serieuze gevallen van de lentekriebels op de eerste zonnige dag van het jaar. De temperaturen van rond de 16 graden. U zit er gewoon op te lezen. Je kan het gewoon lezen. Niemand om binnen te blijven. Nee. En dus stonden de wegen vol met duizenden Nederlanders. Ik kan het zo lezen. Op de weg naar strand en terras. Serieuze gevallen van de lentekriebels op de eerste dag van de zonnige dag van het jaar. Met temperaturen van rond de 16 graden. Ook is dat, hè? Rond de 16 minder niemand om binnen te blijven. En dus stonden de wegen vol met duizenden Nederlanders op weg naar strand en terras. Hij gaat lekker, hij zult wel inkennen. Ja. Serieuze gevallen van de lentegriepels op de eerste zonnige dag. Geef die even terug. Meneer Nissing was even in de waar, geef die. Daar gaan we hoor. En serieuze gevallen van de lentegriepels op de eerste zonnige dag van het jaar. Met temperaturen van, zeg het, 16 graden. Lukt er vrijwel niemand om binnen te blijven. En dus stonden de wegen vol. Het is leuk als je dat een beetje. En dus stonden de wegen vol. Nee, maar je zit een beetje. Het kan een beetje smeuier. En dus stonden de wegen vol met duizenden dingen. Begrijp je het? Je moet het wel een beetje serieus houden. De RTL Nieuws is wel een serieuze. Ja, maar het is leuk voor de mensen thuis dat ze zien hoe het werkt. Het is een leuk onderwerp, maar toch moet je het wel een beetje serieus blijven trekken. Natuurlijk. De geloofwaardigheid dus stonden de wegen vol met nou, daar net ertussenin. De geloofwaardigheid, dat is belangrijk. De geloofwaardigheid. Dat is daarom ben ik natuurlijk ook nieuwslezer geworden natuurlijk. Ja, daar, omdat dat u wel. Dat natuurlijk ja, knap vindt. Ik ben echt een fan van u, hoor. Echt een fan van u, hoor. Nee hoor, het is niet ver meer. Nee, wij bezig. Doe maar een stukje. Kijk, hier hebben wij de boerderij. Oh, is hier? Ja, hier is het al. Ah, ja. Ja. Oh, dus hier gaan we even voorzichtig op nemen. Ja,
Ja, u zal wel denken. Dat herkent u wel natuurlijk. Hè? Ik zit achter op de fiets bij Nico. Want het leek mij zo leuk omdat Nico is natuurlijk. Je bent toch erg handig, nietwaar? Ja, dat zeggen ze allemaal. Nico is erg handig. En al voor, we gaan natuurlijk eerst even een bakje doen. Maar daarna gaan we even een konijn opmaken voor mijn konijn. Want die heeft nog steeds geen behoorlijk. Dat is de bedoeling toch? Hè? Prima. Nou, Nico heeft alvast iets in elkaar gezet. Dus dan gaan we nu even, we gaan even passen eigenlijk. Oké, we gaan even kijken. Ja, erg graag. Voorzichtig, meneer Wijnbeest. Er is een melodiekje, is dat ook? Ja, he? Heel gezellig leuk muziekje. Oh, is droog. Ik heb net zo gehandeld. Dat hij goed tegen het vocht kan. Ja, hoe vinden we het zelf geworden? Ik vind het zelf een heel leuk hoekje. Echt waar? En een ruif, daar kan je niet voeren. Ja, het is misschien wel zo, maar het zou mij leuker zijn als het wat luxer. Een beetje luxere uitvoering, dat is voor hem natuurlijk ook, want ja. Dat je wat te doen hebt onderdag. Kijk, ik had zelf een idee. Ja. Ik heb hier in de folder van dinges, van hoe heet het ook alweer, daar staat het in. Kijk, dit had ik ongeveer in mijn gedachten, zoiets moet het worden. Ziet u wel? Ja. Dan kan hij hier kan die slapen, ja, ziet u wel? Kan die en hier kan hij zijn kleren ophangen. Dat is natuurlijk ook belangrijk op een gegeven moment, hè? En hier kan hij zijn spullen en zijn... Het is een konijn, dus die heeft wel wat nodig, hè? Ja. Ja, ik heb wel zoiets aan natuurlijk, maar dan moet je... Als jij mij even wil helpen dan met het in elkaar zetten, want... Nou, de gebruiksaanwijzing. Zit er een gebruiksaanwijzing ergens in? Misschien dat hij hierin zit... Ik heb hem hier af. Oh, kijk hier af. Oh, dat is... Dat valt erg mee. Dat zijn maar... Het zijn maar 13 pagina's. 13 pagina's? 13 pagina's, dat moet lukken. Oh, dat moet makkelijk lukken. We beginnen met schroefje 021. Schroefje 021. Ja. Gaat goed, Ruud. Komt een beter hok, hoor. Dat is een verkeerd gemeten allemaal, hè. Dat zien we zelf ook. Hè. Waardeloos hok. Hier heb ik de schroeven. Er staat nog een zakje daar zo. Ja, hier heb ik er u. Ja, daar staat nog een zakje. Daar. Ja, ja. Hier heb ik de schroeven niet in de gehouden. Onderhand eventjes. Wacht even hoor. Dus ik zeg, hier heb ik de schroeven. Ja. Nou, die zijn uitgesorteerd in ieder geval. Die zijn inderdaad uitgesorteerd. Het gaat om schroefje 021. Deze, die moet er weer. Ja. Als ik zo op de gok pak ik erin. Ja, nee, heel goed. Keurig. Dat is een goeie. Ja, hij is een stuk langer. Is dat niet erg? Nee, dat is niet erg. Kijk, zo'n tekening veel is op schaal, dan tekenen ze hem kleiner dan wat hij in werkelijkheid is. Oh, daar, oh. Het gaat om het model, dat u dat eruit kan halen. Oh, gelukkig. Dus het meubel is ook groter als dat hier afgelegd. Het meubel is groter dan wat erop staat. Oh, gelukkig. Want ik denk, anders komen we nog niet verder. Kunnen we het goed dit houden? Hou jij bij of het goed gaat? Oké. Ik heb hier de handvaten. Ja. Kijk, de handvaten heb ik al. Hier zitten die houten pennetjes in. Kijk, en die gaan dus in die gaatjes gelijmd worden. Juist. En zo op die manier maak je de hele boel in elkaar. Ik zag het al hoor, maar ik denk kijken of u het ook in de gaten hebt, hè. Zal ik het even pakken? Ja, natuurlijk. Zal ik het doen? Ik ben Ja, ik ben erg sterk in. Dan zal ik even de lijm pakken. Wacht even. Het is een kwestie van kracht zetten, hè. Gaat het goed, hè? Meneer Wijdbeens? Ja, ik heb ze. Goed zo. Ze liggen bij de schroefjes nu, hè. Ja. We hebben de losse dingetjes bij elkaar. U dacht dat ze hierin moest. Ja, maar moet eerst een beetje lijm, man. Oh, maar ze passen niet. Is dat erg? Ja, want die tikken er zachtjes in met de hamer. Toch wel? Ja. Weet u het zeker? Ja. Ik wil niks zeggen. Maar ik denk toch dat die tuinman bij de hand erin is. Nee. Zo. Ja, hier weg. Hij moet er een stukje uit blijven, want de andere gedeelte die moet in die zijpad. Dan krijg je een verbinding. Oh, maar dat staat er niet bij. Dit is waarschijnlijk entree, ingang. Dat vermoed ik. Omdat hier ook een inham is gemaakt, hè? Ja. Deze moet aan de voorkant. Even niet zo'n idee, meneer Wijdbeens. Anders zijn we straks onze tekening kwijt. Hij zit vast. De tekening zit vastgelijmd nu. Wacht even. Nou ja, het is pagina, daar zijn we toch voorlopig nog niet. Nee, voorlopig zijn we nog niet. Dus het maakt niet zo van. Het gaat even om de volgorde, hè. Ah, hier. Hier staat, kijk, hier staat de beschrijving ook. Ja. Nee, ja, nee, ik weet het.
Hé, wat doe je? Het is in het Zweeds. In het Zweeds? In het Zweeds, ja, het is een bouwpakket. Ja, dat is weet meer... Het is nee, anders. Ja. Ja? Ja? Zal ik het nou eens even voordoen? Ja. Kijk, wanneer je het zo doet. Dan pak je keurig niet in. Dan kan je toch zien dat ik nog wel iets opleiding heb gehad in die tijd, hè? Ja, anders dan staan we hier volgende week nog natuurlijk, hè? Goed gaat, meneer Wijdbeens. Ja, wacht even, als ik hem... Dat kan gebeuren. Moet ik even opnieuw wacht in elkaar even, zetten. Wacht even, ik heb hem hier al. Gefeliciteerd bij uw aankoop. Smeurrubber, hier één. Nummer één. Gaan we weer. Genoeg zijn, hè? Dat is de achterkant, dat zie je toch niet. Daar komt het betrasje, valt het dadelijk al weg. Het is maar een konijn ook, jongens. Ik zal hem hier eventjes een keertje vastzetten. Gaat het goed, meneer Wijdbeens? Ja, gaat heel goed, Nico. Ik heb hem aan deze kant, zeg maar, praktisch... Vast is vast, hè? Ik heb hier een matras leggen, maar die zit nog in die fles te pakken. Oh. Even. Maar dat plastic maken ze allemaal zo sterk, maar ik heb hier het sterretje. Nee, vast kijken of je nog iets anders kan vinden wat ertussen moet. En zo. Ja, dat plastic hebben. Nou, dan leggen we hem andersom, dat geeft niet. Je hebt twee kanten aan de matras, niet waar? Oh ja, dat geeft niks. Ja. Lego. Heb ik hier alvast het kant-en-klaar laag? Ja, hij was kant-en-klaar. Heel netjes. Oké, okay, het huisnummer. Huisnummer erbij. Ja. En de uitgang? Ja, die moest er ook op, hè? Dat hij weet waar het zit. Ik leg hem even. Hierneer pak ik even een paar schroefjes. Geef niet, je mag mij wachten. Nummer 5. Ach jee, ik ben er weg. Ah, gelukkig hier. Ah, zie je, dat is voor mij. Daar gaat het om, hè? Ja. Ja, ik dacht dat hij zo. Dan heb je lekker ruimte, dan kan hij. Dat is veel beter natuurlijk, dan kan hij alle kanten op. Tegelijk even kijken of hij het naar zijn zin heeft hier. Kijk eens, Ruud. Ja. Hey. Kijk, hij dat gaat er in zijn nachthok zitten. Ja. Dat is hem wel wat een ruimte natuurlijk, hè? Ja. En dan voor 's nachts dan toch, voor de veiligheid, doe je toch gewoon het deurtje ervoor. Dat hij veilig zit, ja. Oké, okay. Nou Nico, ik zou zeggen hartelijk bedankt voor de medewerking. Graag gedaan. Dat is de moeite meer dan waard. Ja. Niet waar, zal ik hem thuis laten bezorgen zo compleet? Ja, graag. Ah, de finishing thuis. Oké. Het is wel iets, het is een Duitse. Der Rudy, zeg maar. Der Rudy. Der Rudy. Der Rudy. Oké, okay, kan je even helpen dat we het in zijn geheel naar buiten brengen? Ja, is goed. Oké, okay, voorzichtig, hè. Maar... Ja. Rudy. 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 Marco Borsato! Ja.
je van me denkt en hoe je voor me leeft. Ik ontwijk je ogen als ze mij willen doorgronden. Telkens als ze naar me kijken, zorg ik dat ik ze net mis. Als u voor me staat, steeds weer in je armen, voordat ik niet kan verraden wat de waarheid is. Blij dat u weer terug bent. En ook goed hoor, dat u weer blijven zitten, want we hebben zo'n leuke gast naast ons zitten, dames en heren. Erik Hulzenborg! Ja. Nou, vreselijk leuk dat je er bent, Erik, want ik heb je nog niet eerder ontmoet. Zeg, Erik, we kennen je natuurlijk allemaal van de Elf Steden, toch? Maar je doet veel meer, hè? Want je, uit wat voor familie kom je nou eigenlijk? Een hele grote familie. Toch? Ja. Mijn vader heeft 6 kinderen. En ik ben de 1e jongste. Ja, ik geloof het zo. Ja. Maar wat was het voor gezin? Wat is het, wat deed je vader? Was die ook schaatser? Nee, mijn vader was aannemer. Oh. Ging bij die huizen bouwen en zo. Uh-huh. En mijn broer is dat werk overgenomen en met nog een andere broer. En dan had ik nog een broer die zat op een telescoopkraan. En ik heb nog een oudere zuster die is schooljuffrouw. En ik heb nog een jonge zusje die zit in de kledingwinkels. Toestand. Nou ja, in ieder geval niet om niks om trots op te zijn. In ieder geval. Nee. Oh, weet ik niet.
Maar sinds die laatste 11 steden toch ben je heel bekend geworden en ben je ook weer verder in het land te zien. Want momenteel trek je ook door het land heen, je treedt op. Ja, je hebt waar. Een plaat gemaakt. Ja, het slaat nergens op. Het slaat echt nergens op, die hele plaat niet. Oh, maar het slaat nergens op. Het slaat wel aan. Hij slaat wel, het slaat nergens op, maar hij slaat wel aan. Maar ik weet nog wel, toen was ik zo'n jochie. Ik deed ook wel eens iets voor televisie. Dat sloeg nergens op. Die ik? Ja. Dat sloeg wel aan. Maar dat geeft niks. Dat geeft niks. Nee, dat maakt niks uit. Nee, dat maakt niks uit. Als ik mijn lol heb, als het maar mooi is. Zo is het maar net, mijn jong. Ja. Maar je gaat nou ook, je hebt net die plaat gemaakt, maar je gaat nu ook een eigen televisieprogramma doen, heb ik begrepen, in het oosten. Ja. Waar kom je nou precies van, hoe heet het? Gransbergen. Gransbergen. Vlakbij... Gransbergen. Gransbergen. Ja. Vlakbij... De Bonteveer. De Bonteveer, dat is natuurlijk. Ponypark. En daarin, dat is Drenthe? Drenthe, hè? Nee, Overijssel. Overijssel. Net, dat bedoel ik. Drenthe, die beetje op die grens van Overijssel en Drenthe. Ja, precies. En die... Daar ga je nu ook misschien waarschijnlijk een eigen televisieprogramma doen op de, lokale televisie. Ja, daar ben ik wel mee bezig. Ja. Wat wordt dat? Een soort talkshow, zou ik maar zeggen? Nou, dat wordt meer ook iets wat nergens op slaat. Ook nergens op slaat. Maar het moet wel aanslaan in ieder geval. Ja, het moet wel aanslaan, maar het slaat nergens op. Nee. En, maar dat wordt meer zoiets als... bij die aparte mensen en dan bij die interviewen. Ja, ja. Nee, maar zo is wat je doet dan. Ja, dat je wat mensen vraagt met rare accenten, die interview je dan. Ja, ja, ja. Hoe heb je al gerepeteerd? Is er al een proefopname geweest? Een screening? Screening. Ja, dat heb ik al geleerd. Nee, hij is er nog niet west niet. Oh, maar dat duurt nog wel een maand of drie of zo, vier. Nou ja, dan moet je toch vlak gaan voorbereiden natuurlijk, hè? Ja. Dus we hebben toch al een kleine tekst voor je, zoals bijvoorbeeld, het zal wel de Erik Hulsebos-show zijn, toch? Ja, zo is. Ja, zoiets moet het wel zijn, hè? Dus als je nou je eigen programma gaat presenteren, hoe ga je het doen? We hebben hier openingstekstje voor je gemaakt bijvoorbeeld, met wat onderwerpen. Jan, heb jij een tuntje bij de hand van de Erik Hulsebos-show? Ja. Oké, speel eens wat. Oké. Briljant. Nou, daar ben je even mee bezig geweest, hè? Nou goed, dus ik kondig hem aan. Dames en heren, het is weer tijd voor de Erik Hulsebos Show! Yes, sir. En dan moet ik de vuur leren. Ja, natuurlijk. En daar zitten de kijkers. Oh, ja. Ja, precies. Maar stiet dat hier, hè? Ja, dat stiet er ook in, hè? Hetzelfde verhaal. Het stiet er van hulp. Maar dat is mooi. Ja. Maar je moet het tegen die camera zetten. Het is weer tijd. In die... Dat weet je niet. Terug eruit. Maar er is zo'n beeldje voor aan. Moet ik in die camera praten? Ja, maar dan, als je nou in die... Nee, maar dat is het techniekje, hè. Het techniekje, als je in die camera praat, dan praat je hiervan. En als je daarin praat, dan kan je het van de camera oplezen. Het is even een... Ja, maar die lampbrand, dus doe die maar. We kunnen ze ook allemaal voor je aandoen. Als je het zelf vindt, maakt niet uit. Het is een soort red light district hier. En nu is die weer aan. Hè? Ja, het gaat alle kanten op. Ik moet die... Dus dames en heren, de Erik Hulsebos Show! Goedenavond, dames en heren. Het is weer tijd voor de Hulsebos Show. Het wordt een leuke show met onder andere Knoppendansende Stabast, Hommelvaan in Gidoorn, de Hunebed van de Week, met interview met Bart de Smit en onder andere het speciale gast André van Duin. Nu kennen we, en dan doe je wat babbeltjes en je interviewt wat, dus ik ben je eerste gast. Hallo, Erik. Dan zeg ik, nou André, hoe is het? Vind je het mooi in het programma? Kijk, zo groot, zoveel publiek, direct de eerste keer aan. Maar niet dat ook de eerste keer? Ja, ik had niet verwacht zo'n lokaal station toch zoveel mensen. Goh, geweldig. Maar ik ben blij dat ik er was. Nou, Gideon, hartstikke goed, ja? Ja, ja. Maar, Dat was het? Nee. Oh. Nee, maar dat mag je niet zeggen, maar dat zeg ik toch gewoon. Iemand heel beleefd, iemand gewoon lusten wat ik zeg. Ja, natuurlijk. Wat ik vraag. Ja, zeker. Ja. Zeker. Mij niet horen, neem me niet kwalijk. Nee, ik kan natuurlijk begonnen te vragen van, André, hoe old was hij toen hij bent begonnen met, gek doen? Ja, gek toch. Apart, de showbiz. Ja. Hoe oud was je? Ja, ik was 16. Dat is verschrikkelijk jong, hè? Ja. En je bent nu? Nou, geen 16 meer in ieder geval. Nee. Nee, ik ben nu een stuk ouder, dus... Maar dat vind je hartstikke mooi. Maar ik vond in die titel van Corrie van Gorbe zo. Ja, dat was een gigantisch mooie titel. Ja, dat was een mooie titel. Ja, en ik vergeet nooit meer, toen was ik zelf nog zo'n jochie, toen zag ik een televisie te kijken. Ja. En toen zag ik hoe toen moest je het weer voorlezen. Wat? Het weer, voor je journaal. Wat moet ik weer voorlezen? Het weer. Oh, het weer. Het weer. Oh, het weer. Het journaal. Het weer. Het journaal, was er geen weer, weet je dat nog? Was er geen weer? Nee.
Hoe kan het nou? Er is er altijd weer. Ja, maar toen was er geen weer. Er was geen weer. Maar er stond niks op. En toen was het programma afgelopen. En toen de camera, die bleef maar door. Op jou. Ja. En het was afgelopen. Toen kroop je onder de tafel. Weet je dat nog, hè? Nee. God, wat mooi. Dat was gigantisch mooi. Oh ja. Ik weet echt niet meer. Nee, ik weet echt niet meer. Ja, maar... Ik kroop onder de tafel? Ja. Oh. Wonderlijk. Dat is precies zoals die camera en die camera, die doet nog maar niet. Ja, maakt uit welke het ook doet. Nu weet ik niet meer. Nee. Kom maar, sir. Kom maar. Ja, dames en heren, in navolging met... Wat doe je? In navolging met Proef mee met HG hebben we nu een rubriek en die heet Proef mee met André. Omdat tegenwoordig heb je op televisie... In de slagerij. Nerveus? Beetje nerveus, maar ik kan me dat wel goed begrijpen. Want wij gaan, dames en heren, omdat je tegenwoordig kan je in de winkels kan je de meest wonderlijke dingen kopen. In restaurants ook. Dingen die je eigenlijk in het buitenland alleen maar kan eten. Zo ook bijvoorbeeld struisvogelbiefstuk. Grapje. Struisvogelbiefstuk. Ik heb hier wat spulletjes bij mij. Struisvogelbiefstuk. Wat hebben wij daarvoor nodig? Allereerst 250 gram boter. Wat kaneel. We hebben hier peterselie. Taal G. 2 eitjes. Peper en zout. Wat olie natuurlijk. Dan wat groente, shallotjes. Tomaatje erheen. En afmaken met wat kaas. Maar het belangrijkste is natuurlijk de struisvogel zelf. Ik zou zeggen, stap erin. Wat nee. Nou, ik kan me ook wel een beetje voorstellen natuurlijk. En ik had er ook een beetje op gerekend. Vandaar dat ik wat heb voorbereid. En ik heb hier wat kleine struisvogelbiefstukjes alvast klaargemaakt. En die wil ik graag in de zaal hier even laten proeven. Zodat u... Lekker. Heeft u het wel eens gegeten, struisvogelbiefstuk? Nee, nog nooit gegeten. Oh, nou, wel wat kleintjes. Misschien zijn ze nog warm. Ja, zijn nog warm. Neemt u lekker? U ook? Even lekker proeven. Het is nieuw, maar tegenwoordig kan je heel veel in restaurants krijgen, hè, de struisvogelbiefstuk. Hij smaakt lekker. Waar smaakt hij naar? Nou, niet naar struisvogel. Naar kip. Het smaakt allemaal naar kip. We hebben u een klein beetje beduveld, want het is niet helemaal de struisvogelbiefstuk. Want wat u daar zit te eten, het is heel nieuw. Het zijn deze... Lekker! Rupsen. Ze smaken nog steeds. En deze rupsen zijn heel erg smakelijk. En de man die daar ons veel meer over kan vertellen hoe smakelijk ze zijn en waar ze vandaan komen, zit aan tafel. En dat is mijn gast Arnold van Huis. Eet smakelijk. Hallo Arnold. Fijn dat je gekomen bent, maar je kan ons een heleboel vertellen over het eten van rupsen, onder andere. Dit is de garage mups. Ja, de hangar rups. De hangar. Ik had er nooit van gehoord. Dit zijn ook... Dat zijn termieten. Termieten. Die kun je echt eten, hoor. Die zijn echt voorbij de borrel. Die zijn echt knabbeltjes voorbij de borrel? Ja, er zit een hoop vet in, een hoop eiwitten. En ja, die worden gedroogd bewaard. Maar dat is echt een lekkernij bijna over de hele wereld. Echt waar? Ja. Maar smaken... Ik voor geen prijs dat ik Een beetje pinda-achtig. Pinda? Ja. Jan? Nou, deze insecten die hebben met bijgeloof te maken. Oh, zijn het bij die geloven bij? Ja, bijvoorbeeld zo'n wandelende tak. Is dat nou wel een wandelende tak? Dat is een wandelende tak. Wat zijn die groot? Ik wist niet dat die zo groot waren. Ja, die kunnen heel groot zijn. Oh. Maar die worden door dames gegeten, want als die lekker dun willen blijven. Ja, ze denken dus dat die eigenschap van dat insect op de mens overgaat. Maar soms zie je, je kan niet zo dun als een takje worden. Natuurlijk. Nou, dit bijvoorbeeld is een... Oh, dat is wat ze zeggen van een takkenwijf. En daar heb je een waterkever. Oh, en die wordt in Oost-Afrika gebruikt door ook jonge dames. Jonge dames ook. Die laten ze in de tepel bijten. En dan denken ze dat ze grote borsten krijgen. Ik sprak Vanessa en die zegt... Weet jij dan van die kevers te krijgen? Die, ze zit altijd zo, zie ik altijd. Maar goed, dit is maar. En in Mexico, in de beste restaurants, krijg je insecten in je taco's verwerkt. Ja? Ja. Ja, hier hebben we sommige restaurants hier ook, maar die horen er dan niet bij. Wat is deze? Dit is een?
Nou, dat is een lolly. Een lolly. Daar zit een rups in. Een rups in? Ja, dat is een agave rups. Maar dat is een fabrieksfout? Ja, die zit ook in die... Maar deze nee is, hoor, dit hoort erin. Dus voor de smaak, ja. Maar als je dit gaat aflikken, dan kom je toch op een gegeven moment die rups tegen? Nou, die is het lekkerst. Wow. Knabbelen ze die gewoon? Ja, in Mexico. Die kinderen, rupsje erbij. Ja. Echt waar? En dit ook een drankje? Ja, dat is een mezcal. En daar zit ook een rups in, voor de smaak. Ja. Nou, die zou ik toch onmiddellijk terugbrengen naar de slijterij. Goh. Kunnen we hier een klein stokje van nemen? Want ik kan een klein stokje nemen als ik hier rups. Maar ik hoef zonder rups. Ik vind zonder rups het lekker. Een klein glaasje zo, deze. Om deze toch te proeven. Want waar is de drank zelf van gemaakt? Ook van dit? Van agave. Van homa. Hallo. Hallo. Ja, hij is stevig. Het is alcohol. Dus ja, 40 of zoiets. Hij is lekker. Ik denk dat we alles besproken hebben. Dames, lekker gegeten ook. Oké. Hartelijk bedankt voor de komst. Oké. En tot de volgende keer. Dank u wel.